Bij Mithielschool Eindhoven in Bliksembosch werd vandaag het Nederlands kampioenschap zit- en rolstoeltafelvoetbal gehouden. De wedstrijden zijn voor het eerst georganiseerd en 5 Mithielscholen uit het land deden er aan mee. De kinderen van de Eindhovense school sleepten de derde prijs in de wacht. De school uit het Limburgse Valkenburg werd eerste en de tweede prijs ging naar het team uit Venlo.